Welkom allemaal. Kijk hier de officiële eerste versie van de Black Edition van Assassin's Creed is binnen. En wij gaan hem uitpakken. Even ronddraaien. Mooie das. Dubbel gelamineerd. Half gelamineerd zoals je dat dan noemt. Spectaculair. Even de achterkant goed bekijken. Dit is de Ultimate Collector die wij als Ubisoft uitgebracht hebben. En ik ga hem nu open doen. En dan doe ik hierachter ook voorzichtig hem open. En als eerste natuurlijk gaan we de figurine eruit halen. En dit is de figurine. Klein beetje karton aan de onderkant. Dat halen we er vanaf. De handen, de messen. Want dit is niet zomaar de figurine natuurlijk. Dit is de figurine van Ezio. Hoe die is als die een master assassin is. Zwarte kleding. Let even op de kleine details hier. Overal. Ah, is echt heel top. Ik ben helemaal gelukkig ermee. Gaan we Ezio even opzij zetten. Dan moet de camera even naar binnen. Dan moet je even kijken wat nu aan de binnenkant qua artwork beschikbaar is. Nooit gezien dat ze in de binnenkant hard op de plaats. Ik ben gelukkig. Wat halen we hieruit? Het conspiracy boek. Artwork, achtergrondstukken. Meer informatie over geschiedenis, over de game, over de crypt. Dit zijn echt artworks die de ontwikkelaars gebruiken, de kunstenaars die de game maken. Om aan te geven welke richting ze op willen gaan, welke kleuren ze in willen zetten, wat voor sfeer ze willen benadrukken. Wat zie je daarin terugkomen? Alle characters. Oh, even terug. Dit zijn de courtesans. Dat is vooral aan deze pagina is dat. Dat zijn de courtesans. En de courtesans zijn eigenlijk de dames van lichte zeden. Prostituees, zoals wij dat kennen. Prachtig harddoek. De bonus DVD, trailers, soundtracks, wallpapers. Helemaal goed. Alles wat de echte fan wil hebben. En dan komt hij hier aan. Dit is Assassin's Creed nummer 2 op de PlayStation 3. Aparte versie voor de bundel. Maak hem even open. Daar komt hij dan. Boekje, handleiding. Voor degene die het wil lezen. Je exclusieve content voor Avatar The Game. En dit is jouw exclusieve content die jij bij je Black Edition krijgt. Dan staat hier namelijk boven de bonuscode. Maar die laat ik natuurlijk niet zien, want anders heeft iedereen die bonuscode. En alleen de mensen met een Black Edition, die krijgen die. Blu-ray natuurlijk die er klaar staat. En dat is hem jongens. Dat is de unboxing van de Black Edition van Assassin's Creed 2.